Welkom bij de eerste aflevering van Beeldschoon Achterhoek. Voor de eerste aflevering neem ik jullie mee naar Bredevoort. Bredevoort is een klein plaatsje, eigenlijk een dorpje, in de buurt van Winterswijk. Maar ook al is Bredevoort klein, het heeft het stadsrecht. En Bredevoort is de boekenstad van Nederland. Als jullie meegaan, laat ik jullie nog veel meer leuke dingen uit Bredevoort en om Bredevoort zien. Ik sta hier voor een deur, misschien niet zozeer opvallend, maar dit heeft met Rembrandt te maken. Dat wisten jullie ongetwijfeld nog niet. En ik zelf weet daar ook niet zoveel over te vertellen, maar we kunnen iemand uit de tijd teruggaan die ons daar heel veel informatie over kan geven en dat is Hendrikje Stoffels. Hendrikje! Ja. Goedemiddag! Nou. Wat een eer dat je hier naast mij staat. En ik heb net verteld dat het hier iets met Rembrandt te maken heeft. Ja. En naar wat ik heb gehoord, neem mij niet kwalijk, ben jij de vriendin geweest van Rembrandt? Zo'n grote liefde, ja. Nou, vertel eens, wat heeft Bredevoort en Rembrandt met elkaar te maken? Nou ja, ik ben dus Hendrikje Stoffels en ik ben een grote liefde van Rembrandt. Rembrandt had wel meerdere liefdes. Saskia van Culemborg bijvoorbeeld, die staat is ook wel bekend. En de Geertje Dirks heeft hij wat mee gehad. Maar dat was meer een troost. En toen kwam ik ook bij hem over de vloer en ik werd weer zijn grote liefde. Dus ik ben ook de muze, heet dat wel, van Rembrandt. Ik heb hem geïnspireerd. Ja. Heeft hij ook inspiratie gekregen om wat schilderijen te maken die wij kennen? Mm-hmm. Ja, er zijn wel een stuk of 10, 12 schilderijen van mij gemaakt. Een hele bekende is bijvoorbeeld Hendrikje met de benen in het water. Dat ze haar rok zo een beetje zo optrekt. En het slapende Hendrikje op de bank, dat is een schets. Dat is geen schilderij, maar een schets. Of met andere verf, geloof ik, waterverf. Maar ja, ik ben de schilder, ja niet, dus ik weet het niet allemaal zo goed, maar goed. Een stuk of 10 schilderijen inderdaad, ja. En we zouden dus op die manier kunnen zeggen dat jij bent uit Bredevoort geweest. En geboren en getogen in Bredevoort. Dat Bredevoort daarmee een link heeft met Rembrandt. Ja, er is nog geen bewijs dat Rembrandt ook hier in Bredevoort is geweest. We hopen dat dat ooit nog eens komt. Hij een schilderij ontdekt. Hij zegt van, oh, maar dat is ja Bredevoort. Dat kerkje of weet ik wat. Maar zover is het nog niet. Maar in ieder geval is wel met zekerheid vast komen te staan dat ik hier ben geboren. Geboren en getogen. Gezien de schoonheid van de Achterhoek en van Bredevoort, mag ik er toch wel van uitgaan dat ook Rembrandt eens een keer zijn liefde voor Bredevoort heeft ontdekt. Ja, wie weet. Wie weet. Maar er is nog veel meer in Bredevoort wat jij ons kan laten zien. Ja. Ben jij. Mm-hmm. Het is jouw standbeeld. Ja. Wat kun jij eens hierover vertellen? Nou, het beeldje is hier neergezet in 1977. Mm-hmm. En het is gemaakt door een mevrouw Dodehever Kremer uit Aalten. Okay. En toen het onthuld werd, dan weet ik nog dat er mensen waren in Bredevoort die zeiden van, nou, moet er nou ook al een standbeeld worden opgericht voor de boer? Och. Ja, want zo noemden ze mij, Hendrikje de Boer van Rembrandt.
En dat komt omdat ik niet met Rembrandt getrouwd was. Rembrandt die was dan al getrouwd met die Saskia van Uilenburg. En, ja, en hij kon niet hertrouwen toen zij overleed, want dan zou de erfenis versplinteren. En vandaar die naam de hoer van Rembrandt. En dat was in de jaren 70 ook nog zo? Dat was nog steeds, bijna vier eeuwen daarna was het nog steeds zo dat ze mij de hoer noemde. Maar ik ben al die jaren dat ik in Amsterdam was, ben ik bij hem gebleven, hè, tot aan mijn dood. Ja, maar dat noem ik toch echte trouw, of niet? Dat is echte trouw. En het was ook grote liefde, dat durf ik ook bijna te zeggen. Ja. Want dan zeg ik altijd van, kijk maar naar de schilderijen. Ja. Dat straalt de liefde vanaf. Laten we zo stellen, het was een hele andere tijd vroeger. Niet zo makkelijk voor mensen die wellicht met een ander getrouwd waren. Nee, je werd en dan toen toch verliefd op een ander. Ja, je werd er toch op aangekeken. Hendrikje, het is een mooi waterspelletje eigenlijk. Ik denk dat kinderen hier ook nog vaker zullen komen. Ja. Maar wat is het eigenlijk? Wat beeldt het uit? Nou, dit is de maquette van Bredevoort in mijn tijd. 1626 ben ik geboren, dus rond die tijd zag het Bredevoort er zo uit. En dat is natuurlijk zijn de grachten natuurlijk. Ja, rondom heel Bredevoort. Nou hebben we alleen dit stuk gracht ligt er nog. Ja. Maar vroeger was het dus helemaal rondom. En hadden we de bastionwerken met hele mooie namen. En dan begon je met het kasteel. Dit is het oudste stuk van Bredevoort. Ja. En, en daar vertel ik altijd een verhaal over, want dat is namelijk ontploft in 1646. Was ik 20 jaar. Ja. En dat heeft er, denk ik, mee toe bijgedragen dat ik naar Amsterdam ben gegaan. Want 1647 is het jaar dat ik in Amsterdam verscheen, zeg maar. Maar dit lijkt mij toch een, eigenlijk een klassieke, een standaard vorm ook voor een vestingstad. Ja, dat is het ook. Bredevoort was een vestingstad. Ja, ik weet niet waar het ontwerp van is hoor, want Hendrikje ging niet naar school, kon niet lezen, kon niet schrijven. Dus als je daar informatie over wilt hebben, dan zeg ik altijd, dan moet je naar Prins Maurits gaan, die kan er meer over vertellen. Ondanks dat maakt het geen slecht mens van jou. Nee, dankjewel. Tuin is het toch hier, de Amthof? Amthof, ja. Maar wat is dit voor een speciale plek voor jou dan? Ja, voor mij is het een lusthof, zeg ik altijd. Want het is een plek van geuren en kleuren. Ja. En daar hield ik heel veel van. Dus
Ja, ik vond het altijd fijn om hier te zijn. Dit stuk is ook heel lang onbebouwd geweest, hè, de eeuwen door. Ja. Ja, en zoals onze kijkers dan straks wel kunnen zien, is het groent en het bloeit alles en het is mooi. Ja. Hier vind je rust. Ja, het wordt gerund door vrijwilligers en die hebben er wat moois van gemaakt. Zo'n 10 jaar bestaat het nou. Nou, en dan moet je in ieder jaar getijden zie je weer andere kleuren. Ja. Het is een geweldig, geweldig plekje. Dus ja. Dat mag ook wel genoemd worden dat het onderhouden en gerund wordt door vrijwilligers. Aha, zeker weten. Die verdienen wel een pluimpje, ja. Ja, ja. Dus. Echt? Prins van Oranje. Prins toch? Van Oranje, ja. Weet jij daar ook iets over? Ja, het is een molen uit. Volgens mij heet het een walkorenmolen. En die staat er vanaf 1870. Maar dat is dus eigenlijk ver na mijn tijd. Maar in mijn jaren stond er altijd al een molentje. Maar toen was het een klein houten molentje. Ja. En dit is dus een van de. Van de bastions, een van de bolwerken, met de mooie naam Wilgemoed. Oh, dat is wel, toch? Inderdaad, ja. Wel een mooie naam. Ja. En waar komt die naam van? Weet je dat ook? Nou, al die bastions die hebben hele mooie namen van, om de burgermoed in te spreken, zeg maar. Want je hebt onverzaagd, ja. Vrees niet, treur niet, nou prachtig. Ja. Ook Stoltenberg, dat is dan, dat kun je niet zo goed herleiden. En, oh, de Ossenkop. De Ossenkop, we hebben een speeltuin, de Ossenkop. Ja. Die is dus gebouwd op het oude bastion, de Ossenkop. Zo. Ja. Maar dat hier een molen stond, dat heb jij dus ook nog meegemaakt. Ja, ja. Wij hebben zo nog even een afspraak met de molenaar, dat wij ook even binnen kunnen filmen en jullie laten zien hoe koren gemalen wordt. Een stropje. Stropje eraan. Dat moet even goed vastmaken. Dat is wel hoog. Die moet niet hebben dat de halverwege losgeeft. Zo. Ja. Kunnen we hem zo zetten we hem op deze boek. Dan moet ik hier de maalsteen in het werk zetten. Dit weg. Ik eerst de molen uitzetten.
beetje meer snelheid hebben. Dus ridders waren heel voornaam en dit is Sint Joris, de ridder Sint Joris. En dat was de patroon van Bredevoort, heel erg verbonden met Bredevoort. En dat was mijn held, hè. Die zag ik, want waarschijnlijk heeft dit in de Misterpoort gehangen. Dus als ik dan thuis kwam en ik kwam bij de poort, dan zag ik Sint Joris daar staan. Kwartelijf, dat vond ik wel wat. Ja. Altijd moedig, altijd moedig. Strijdbaar, ja. Maar ook goed voor de mensen blijkbaar. Ja, alleen weten ze van Sint Joris niet zeker of hij ook geleefd heeft. Maar het kan een legende zijn, maar ik zeg altijd, het gaat over het verhaal. Het verhaal precies. Is belangrijk. Ja. En het was jouw held, ja. Het heeft jou goed gedaan, die verhaal. Ja, ik moest vaak aan hem denken toen ik naar Amsterdam vertrok. Nou, ja. En daar gaat het om. Ja. We zijn weer terug bij jouw geboorteplek, jouw geboortehuis. Was het dat? Nou, hier vertel ik ook altijd nog wat. En hierachter zit iets wat ik ook altijd graag wil laten zien. Nou, oké, okay, ik ga het voor jou. Ik heb een beter idee. Doe dat nou niet. Laat het geheimpje even een geheimpje blijven. Want wat is er mooier voor de mensen om zelf naar Bredevoort te komen? En zelf een rondleiding mee te maken en van jou alles, echt alles, te horen en te zien. Zo is maar het. Maar jullie hebben nu al gezien hoe mooi het hier is en dat er heel veel te ontdekken valt. En nou, Bredevoort is niet alleen boekenstad van Nederland, maar daar valt nog veel meer te ontdekken. En ik wil
jou ten eerste hartelijk bedanken. Oké, dankjewel. En ik geef je nou weer vrij terug in jouw tijd te gaan. En Oké, zoals ik weer. Tot de volgende keer. Hey, doeg. Dag.